mentaal is hij heel sterk. Maar uiteindelijk moet hij het ook kunnen houden. En hoe kun je je mentaal sterk houden als je goed blijft trainen en als je goed blijft presteren? Iedereen gelooft wel in hem. Maar zoals ik al zei, hij moet blijven trainen en heel serieus blijven boksen. Punt. Ik ben er wel klaar voor. Ik heb al goede voorbereiding gehad. We zijn pas aan het recupereren van mijn vorige wedstrijd. We hebben goede wedstrijden gehad, 4 wedstrijden deze maand al. Goede voorbereiding voor de 15e, voor de rematch. Hij gaat voor vuurwerk zorgen. Zijn tegenstander Telman is een hele gevaarlijke jongen. En hij heeft nog altijd 16 wedstrijden en ongeslagen. Dat is ook een talentvolle bokser, eigenlijk voor Kamp. Dus dat belooft heel veel spektakel tussen die twee jongens. Morgen gaan we rustig trainen en zaterdag is een harde sparring. Er komt een club uit Duitsland, dat komt wel echt leuk. Daarom, morgen is rustig training. Rustig training, we gaan gewoon heel even petsen. 3x3 petsen, een beetje bewegen, rustig. En zaterdag gaan we hard sparren. Oké, voor kan. Kom. Ik heb ervoor gekozen om deze uitdaging aan te gaan. En ik ben helemaal zeker van mijn eigen dat ik deze keer ga winnen. Verliezen staat niet in mijn hoofd, ik ken dat niet. We gaan voor de overwinning. Ik heb goed getraind en ik geef dat niet zomaar af. Ik ga niet liggen, ik onderschat die sowieso niet. Dat is een sterke jongen. Maar we gaan sterker, we komen sterker in de ring aan. We gaan die sowieso alles geven, alles op alles. We gaan er een mooie partij van maken, knalpartij. Maar één iemand wint en ik geef dat sowieso niet af.
Je moet denken, niet vergeten tellen. Denken. Je moet denken, je moet slim boksen. Jabbar, niet te veel opgaan, opnieuw opgaan. Als die komt, het je wegdraaien linkshoek. Wegdraaien linkshoek via die rechtse. Wegdraaien. Niet te veel opgaan, kom op adem. Achter het jabben. Dan. En niet te veel jabben. Als je jab gaat, ga weg naar achteruit. Dan. Jabben, achter. Jabben, weg. Niet gelijk bewijzen. Krijg je linkshoek, valt. Nee. Jab uit die zone. Dan. Uit die zone. Dan. Uit die zone. Hoe de Demi Pajak staat, dan moet je zien. Je moet goed luisteren en we gaan de wedstrijd pakken. Je moet goed luisteren en we gaan de wedstrijd pakken. Wat wil ze nu? Wat wil ze nu? Moet ik gaan? Ik ben nergieus. Nee, daar. Daarom te daar aan. Pak je handschoen. Ik mis de Engels. Schön, Mann. Ja, Bismillah, der Bier. Geçen ne güzel koştun. Şampiyon sensin. Kondisyon şut, kondisyondan korkmana gerek yok. Su. Sakin. Herkes arkamızda. Herkes arkamızda. Bekle. Herkes arkamızda Furkan. Şimdi. Hadi. Mevrouw Bobby Vajo scoort 29-28 en de heer Ayd Adi scoort 30-27. Allemaal in het voordeel voor Maarten. Ik heb mijn rematch teruggepakt. Ik had vorig jaar verloren en deze keer heb ik er echt hard voor gewerkt. Nu hebben we gewonnen. Ik wil zeker iedereen bedanken die voor mij gekomen is. Mijn ouders, mijn trainer Murat, mijn broer natuurlijk, mijn vrienden, iedereen om me heen. Hij heeft het goed gedaan. Hij heeft niemand teleurgesteld. Hij had me ook beloofd en iedereen beloofd. En het is ervoor gegaan. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Ze zijn alle twee hoge talenten. Alle twee heel goede boksers. En deze keer is mijn broertje beter geweest. Terecht gewonnen. Mijn broer betekent heel veel voor mij. De wereld aan de kant en mijn broer aan de kant. Natuurlijk, we gaan samen
naar de top. Zij mij zo blijft helpen. Mij zo heel steunt. Ook Murat, coach, beste coach.